Op steeds meer boerenland worden zonnepanelen gebouwd. Maar is dat niet zonde van al die vruchtbare grond? De Universiteit van Wageningen is daarom dit voorjaar gestart met een nieuw en wellicht baanbrekend experiment. Het kweken van fruit onder zonnepanelen. Het project heet Sunbiose en zal 3 jaar duren. Daarna zal blijken of voortaan zonnepanelen en fruitteelt hand in hand kunnen gaan. We zijn eigenlijk aan het uitzoeken hoeveel licht hebben de peren minimaal nodig om goed tot redelijk goed te produceren. En dat is het onderzoek. Hè. Hoe ver kan je gaan met het licht weghalen voor de elektriciteitsproductie? We gebruiken 3 type zonnepanelen boven de peren. We zien hier de eerste, dat is eigenlijk een standaard zonnepaneel met 100% lichtopvang voor de elektriciteitsproductie. Maar goed, als we dat helemaal vol zouden leggen boven de peren, dan zouden er geen peren meer groeien. Want peren hebben ook licht nodig. Dus daarachter hebben we zonnepanelen met 70% opvang van het licht in plaats van 100%. En daarachter hebben we nog een hele brede constructie waar we eigenlijk maar 30% van het licht opvangen. Maar wel een hele brede constructie om hagel op te vangen of het gewas droog te houden. Veel oogsten in Nederland gaan verloren door zomerse hagelbuien. Dit kun je opvangen met zogenaamde hagelnetten, maar de universiteit probeert met de zonnepanelen ook de hagel tegen te houden. Wat we hier doen is eigenlijk zoeken naar mogelijkheden om zonnepanelen toe te passen waar de boom ook wat aan heeft. En een soort win-win situaties te vinden. En dat zou kunnen voor de hagelbescherming. Het is een moderne ontwikkeling in de perenteelt om hagelnetten boven de perenboomgaard te hangen om hagelschade te voorkomen. De universiteit is vorig jaar al begonnen met het kweken van zacht fruit onder zonnepanelen. Met wisselend resultaat. Ja, we doen niet alleen bij peer dit onderzoek, maar ook bij de gewassen aardbei, framboos en rode bes. En dat doen we niet hier op de proeflocatie in Randwijk, maar bij telers. Het onderzoek bij aardbei en framboos, daar zijn we nu een jaar mee bezig, hebben we wat resultaten. Conclusies trekken we nog niet. Dat doen we pas aan het eind van de projectperiode. Maar de eerste resultaten geven aan dat het bij aardbeien tot nu toe nog niet lukt om voldoende hoge productie te halen. En bij framboos wel. Maar bij framboos verliezen we nog iets van het suikergehalte in de vruchten. Dus daar gaan we nieuwe dingen proberen.